Dus toen heb ik, wat was het, een dikke 24 uur gewacht op de uitslag. Ja. En dat was gisterochtend na het programma rond 11 uur werd ik gebeld. Dan krijg je gewoon een telefoonnummer in je scherm te zien en ik neem op. En toen zei die mevrouw ook, ik mag u het nieuws bekendmaken dat u negatief getest bent. U heeft geen corona. Nou ja, het is wel spannend en je bent je ook heel erg aan het afvragen. Je moet een lijstje maken van wie heb je de afgelopen dagen gezien. Ja. Met wie ben je omgegaan? Nou, ik was in een restaurant geweest in het weekend. Ik had een drankje gedronken. Ja. Dus ik dacht, ja. Als we dat krijgen, dat is ook niet handig. En als jij het hebt, dan heeft je vriendin het natuurlijk ook. En als jouw vriendin het heeft, dan heb ik het ook waarschijnlijk. Nou, dat... Hallo, goedenavond. Danny hier met Koen en Sander. Dag Koen en Sander. Hallo Danny. Nou, maar we hebben hem al gelezen, maar de luisteraars hebben hem nog niet gehoord. Vertel jouw blunder. Na een lang ziekbed was mijn schoonvader helaas overleden. Ja. Iedereen heel verdrietig en op een gegeven moment wordt er gevraagd... kunnen we het kunstgebied van mijn schoonvader halen? En dan kunnen we hem een beetje netjes erbij leggen. Ja. Ik naar huis... Snel naar de keuken, of tenminste naar de badkamer, in het laadje graaien. Ha, fijn, een kunstgebit. Ik terug, snel terug, een andere dienst doen uitschrijven. Alsjeblieft, hier is mijn kunstgebit. En de volgende dag lag hij opgebaard in een zaaltje. En toen keken we naar hem en zag er een beetje gek uit. Wat bleek nou? Ik had het kunstgebit van schoonmoeder ingedaan. En die arme... Iemand die de begrafenisondernemer die zei ook nog van... ja, we kregen er wel wat lastig in. Terwijl ze hebben hem met volle gewicht opgehangen. Nee! Eigenlijk was het meteen wel... het brak het ijs wel een beetje. Ja. Het moest allemaal als knoerd hard lachen. Maar goed, dat zag er wel een beetje gek uit. Maar Danny, ik moet de vragen ook toch even stellen. Betekent het dat jouw schoonmoeder de tanden van je schoonvader in had... en nog gewoon nog leefde? Ja. In Goed Fout vandaag de vraag... wat kun je tegen een fitnesstrainer en je buurvrouw zeggen? Ja, dat kun je inderdaad zeggen. Als ik die nog een keer moet doen, dan... Zou het niet doen, overigens. Ja, nee, ik zou het niet doen. Ja, en de Instagram van 5Z stroomt ook helemaal vol op die vraag. Deze bijvoorbeeld van Raymond78. Schreeuw je nou zoveel om indruk te maken of kom je iets tekort? Oh, mooi inderdaad. Martijn Dings dan ook. Ik probeer elke week te komen, maar ja, sorry, het lukt niet altijd. Komt er een binnen van Peter via de app van 538. Gadver, het is helemaal nat. Ja, dan op de vraag, wat kun je tegen de fitnesstrainer en je buurvrouw zeggen? De eerste keer is toch gratis? Oh! Mooi. Oh! Ja, is goed. Nou, hoe langer je over nadenkt, hoe harder die wordt inderdaad. In de praktijk kom ik er echt nog maar één keer in de maand. En deze, Michael Klaassen, 74, ook op de Instagram van 538. Ja, je komt fris binnen en je gaat bezweet naar buiten. Oh, die is ook goed, zeg. Hey. Nick, goedenavond. Hi. Ja, ga daar nog maar eens overheen, hè. Wat kun je tegen de fitnesstrainer en je buurvrouw zeggen? Dat is zeker 20 kilo te veel. Heel goed. Geldt het ook voor jouw buurvrouw, Nick, of niet? Zeker. Mooi. Op het laatste moment werd ik gisteren gevraagd om dit programma te doen. Toen vroeg ik aan de regisseur van dit fantastische radioprogramma... moet ik nog ergens rekening mee houden morgen? Toen kreeg ik eerst sorry. En toen werd er heel lang aan het typen. Toen was het weer even stil. Weghalen. Toen dacht ik, wat gaat hij mij nou vertellen, joh? Wat komt er nou aan? En toen zei hij... Gerard Joling is een uur te gast. Sterkte. Ja, dat is wel meteen met je neus in de boter. Jawel, hè? Ja, dan heb je geluk als het in de boter is. Ja, maar ik weet dat... Voor de werkers ochtends gaat en je lekker vroeg op staat. Maar in neer nog even in de zure lampen. Zure lampen. Want het is weer bijna tijd. Mijn grappen zijn weer gestolen. Ja, bij ons in de studio niemand minder dan Gerard Joling. Gerard, wat leuk dat je er bent, joh. Ja, gezellig. Ik vind het ook weer superleuk om hier te mogen zijn. Laat ik het even vertellen. Welkom. Dankjewel. Maar ik ben negatief getest. Jij was toch ook getest? Ik ben ook getest. Ik heb maandag getest. Dan kunnen jullie dus samen... Dat zou ik zeggen. Ik ben gisteren gebeld. Aan de pijplurken, zeg maar. Ja. Eén flitser staat er op de A74 bij Tegelen bij 101.3. Tijd voor het nieuws van 8:30. Hier is Roelof Hem. Wat zei jij, Gerard? Dat hij dat zo goed doet. Dat mag ook wel gezegd worden. Zit erop, hè, jongens. Ik voel echt iets opbloeien hier. Wat gezellig. Ja. Zal ik het nieuws even doen? Ik heb je altijd wel heel leuk gevonden. Ook. Ja, is dat zo? Ik vind hem iets te klein en denk ik, Te klein, te dik, te kaal. Nou, nee, dat kaal, maar dat maakt niet uit. Dat is prettig, maar dat dik, dat is heel jammer, Zal ik nu maar helpen? Normaal gesproken ben je om 7:45 thuis. Staat het eten klaar. Ja, de komende 5 maanden ben jij thuis. En ik kom een uurtje of 6 thuis. Dus
Ja, lekker. Elke dag mayonaise. Even zonder gekheid, lieverd. Ik weet dat je het lastig vindt om 5 maanden niet naar je werk te kunnen. Dat je het zo naar je zin hebt bij Koen en Sander. Vind ik het mooi om te zien. Maar wat ik nog veel mooier vind om te zien... het moment dat jij ons lil Jopie voor het eerst op je borst hebt liggen. Dat we naar elkaar kijken en denken van... wauw, wat is dit? Dat is bijzonder. En ik weet dat je een hele goede moeder wordt. Dikke kus, Martijn. Heel lief. Heel erg. Mooie woorden. Hartstikke mooie woorden. Aan Jank, ja. Ik krijg een beetje kippenvel van. Van je schoonvader. Luister even. Hadio. Mijn grote schat en kers op de kindertaart. Ik wens je heel veel sterkte toekomende tijd. Ook met het afscheid van je collega's van 538. Ik weet hoeveel je werk voor je betekent. Denk als het lastig is voor je, maar aan het liedje Edelwijs. Wat ik altijd voor je zong als je 's avonds ging slapen of als je even extra troost nodig had. Je bent een topper van een dochter. Ik houd ontzettend veel van je en zie uit naar jouw lieve kleine babymeisje. Dikke knuffel van moeder Stiet. Oh. Ik trek dit toch echt slecht door, jongens. Wat een lieve woorden allemaal. Hartstikke lieve woorden, zeg. Potver. Of je even een stukje Edelwijs wil zingen, Sander? Kunnen we even tegenhanger doen, ja. Edelwijs. Nou, dat slaapt ze niet, hoor. Nou, we hebben nog iets voor je. Sander... Nu heb je de shawarma natuurlijk, hè. Dat is dan bijna op. Maar goed, ja, je hebt nog heel veel jaren of maanden en tijd te overbruggen. Vandaar dat wij voor jou hebben Joost Kaanbox. Met daarin mayonaise, spitskool, mayonaise, snoep, mayonaise, chocomel, mayonaise, koelasjoep, mayonaise, pita broodjes en mayonaise. Ja, jongens, wat heerlijk.